Hey guys, welkom bij een nieuwe thuistraining bij FSF met vandaag een 10-minute AMRAP van 12 deadlifts, 9 swings en 6 shoulder-to-overheads. We begrijpen dat jullie thuis waarschijnlijk geen kettlebell hebben, maar daarom hebben we bedacht dat jullie bijvoorbeeld je rugzak kunnen gebruiken. Bij de deadlifts, denk eraan, nog steeds een goede rechte rug en de druk op je hakken. De swings zorgen ervoor dat je een goede rechte rug houdt en je buik aangespannen hebt. Bij de shoulder-to-overheads willen we dat je focus op alles in je lichaam aanspannen en volledige strekking bovenin. We gaan nu even kijken hoe dat er in de werkelijkheid uitziet en veel succes met deze workout. De 10 minuten AMRAP begint met de deadlift. Belangrijk bij de deadlift is dat je in je setup een goede rechte rug hebt. Volledig gaan staan en zorg ervoor dat je de druk op je hakken houdt. Nanette doet nu even een drietal mooie deadlifts voor. Heel goed. Vanaf hier gaan we door naar de swing. Wat bij de swing belangrijk is, omdat het nogal een groot object is, is dat je vooral focust uit billen knijpen. Dus vanaf naar achter, billen knijpen. Achter, billen knijpen. Zorg dat je daar goed op focust. Volledige strekking van de heup. Vervolgens gaan we door naar de shoulder to overhead. Zorg ervoor dat je je object goed vast hebt. Het kan namelijk een beetje lossig voelen. Vanaf hier, focus op volledige strekking of volledige aanspannen van de buik en van de benen en billen. En vanaf hier volledig uitstrekken tot boven je hoofd. Keurig. En weer naar beneden. En op. Juist. Heel mooi. Nanette doet nog 15 shoulder to overheads voor. Ja, heel goed. Dankjewel. Heel veel succes.